de derde, alstublieft smakelijk. Nu, de Belgen die staan bekend als mensen die graag improviseren en die graag op korte termijn denken. Zij hebben een cultuur van plantrekkerij, zo wordt het genoemd. Ieder doet maar zoals het hem uitkomt en de staat laat hem dat toe. De Belgische staat is altijd heel nonchalant geweest, ook ten opzichte van zijn inwoners. Tolerant. Je kon eigenlijk doen wat je wou in België. Een frietkot beginnen, ga je gang, daar is een plaats. Zet daar maar een frietkot en veel succes. Als dat niet lukt, dan mocht je niet huwen. Dus dat was in de traditie van die. Belgische friet blijft nog altijd. Als wij vanuit het buitenland terug België komen binnenrijden, het eerste wat wij doen is naar een frietkot gaan. De grens over het eerste frietkot stappen we binnen, ja. Dus het feit dat we inderdaad wat minder overgewichtsproblemen hebben dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, moet te maken hebben met de balans tussen calorieverbruik en calorienood. Dus ergens ofwel bewegen we nog wat meer, ofwel gaan we in onze dagelijkse voeding toch nog wat minder calorieën innemen. I'm Belgian, so it's normal. Yeah, it's like you drink beer, it's like you eat chocolate. It's a part of the culture, it's the potato. You eat them a lot of times in Belgium, right? Comment imaginer la Belgique sans les frites? Et moi, je suis toujours heureux, n'étant pas de la capitale,
de passer par cet endroit en particulier où on dit, et je crois que c'est la vérité, ce sont les meilleures frites de Belgique. Je passe manger une frite, puis je retourne dans ma province.